blond en lekker tegelijk. Ik denk, als de kappers dichtgaan, dan blijft mijn haar in ieder geval mooi. En ik heb gelijk een van de eerste pakketten die ik vandaag verwacht binnen. Goedemorgen, het is dinsdag en back to reality. Ik ben bedtijd, ben op tijd klaar, maar daar is ook wel anders mee. Ik was 17 minuten later, ik dacht even wakker. Ja, maar nu even snel de laatste paar happen. Want we moeten echt de deur uit. En het enige wat nog niet klaar is, is die laatste paar happen van jou. Dan kunnen we op de fiets. Ik heb geen honger. En dan weer boodschappen als usual. Oh, het is koud en lekker tegelijk. Ik moet zo bij de weg fietsen. Ik doe mijn benen zo. Echt, als je dan een week niet gefietst hebt, doet het gewoon pijn. Maar ik vind het wel lekker. Zo, boodschapjes opgeruimd en een voorbereid mens stelt voor twee. Ik heb deze, ik heb hem twee keer. Ik denk, als de kappers dichtgaan, dan blijft mijn haar in ieder geval mooi. En ik heb gelijk een van de eerste pakketten die ik vandaag verwacht binnen. We moesten natuurlijk allemaal vesten voor Sarah bestellen. Omdat ze op school heel veel ventileren. En bij Sarah op school is de verwarming ook nog eens kapot. Dus, even kijken. Oh, het ziet er echt een heel klein pakketje uit zo. Zo, even kijken. Ik heb deze voor haar besteld. Allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde soort vesten. Want dit is gewoon makkelijk met aan haar uitdoen. Het materiaal voelt echt apart. Het voelt heel wollerig, maar het is geen wol. Ik kan niet tegen wol natuurlijk. Maar deze kleur die vond ik wel heel leuk en dat staat daar ook altijd wel. Dan heb ik deze. Dit is trouwens allemaal van de Zara. Deze is iets korter, maar wel iets dikker. Deze is best wel warm, denk ik. Zo voelt hij wel echt aan. Dus in dit kleurtje, die is iets donkerder. Dan deze. Deze had ik eigenlijk in het lichtroze gezien en toen wilde ik hem bestellen. En toen verdween die uit mijn mandje. Toen was die uitverkocht. Dus ik heb deze in de crème. Deze is wat lichter, maar ook wat soepeler. Dus die gaat wat makkelijker over dingetjes heen. Dus als er wat dikkers onder zit. Dus deze. En toen dacht ik, nou even een lekker shirtje voor onder die vesten. Dan heb ik gelijk deze mee besteld. Die heeft zo'n riplijntje. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld met zo'n vest, een van deze twee vesten, vind ik dat wel heel leuk eigenlijk zo samen. Ik verwacht nog een pakket en daar zit dus ook nog wat in. En die zou ook vandaag moeten komen. Dus als het goed is, hebben we straks deel 2. Echt balen. Het pakket voor Sarah dat ook nog zou komen. Die zou ook rond deze tijd komen, iets later. Ander bezorgdienst. Maar ik krijg net een bericht dat hij dus vanavond laat pas komt. En ik baal. Want stel, hier zit wat bij wat niet past. Dan kan ik gelijk een retourpakket maken en morgen als ze aan de school gelijk wegbrengen. Ik denk dat kan ze die andere ook nog passen. Maar ik kom pas vanavond laat als ze op bed is. Dus of alles is goed, dat kan natuurlijk ook. Anders moeten ze morgenochtend maar even passen. Ik vind het soms met vesten lastig. Ik heb een keer een vest, die was haar maat. Maar die viel zo breed dat hij niet mooi op de schouders bleef hangen. Dus die bleef maar zakken en zakken. Ja, dat schiet gewoon niet op. Dus ik wil wel echt dat ze die past. Maar Sarah is zo smalletjes dat sommige dingen gewoon zo breed vallen bij haar. Ik heb dat ook wel vaak met rokjes. Rokjes koop ik 2, soms 3 maten kleiner. Omdat ze anders gewoon niet blijven hangen. En dan moet ik nog uitkijken, want soms worden ze dan weer veel te kort. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Vanavond dus pas. En dit hangt dan al wel klaar om te passen straks. Hallo, ik zie er misschien een beetje gek uit. Want ik heb een muts. Dan een capuchon erover. Hier zo nog wat. Kijk, ik zit helemaal ingepakt. Hey, ik ben weer uit school. Gezellig. Ja, en ik heb bij me al mijn werk af. Ik hoefde alleen nog 1 spellingswerkje te doen. Je hebt goed gewerkt. Dat is supergoed. Ja. Zo, en nu ga ik snel naar je afspraak brengen. Ga ik even snel langs oma. En dan kom ik jullie ophalen en dan gaan we thuis eten. Niet gelijk eten? Nou, bijna wel. Nee, ze willen het niet.
spraai je me van mama? Stiekem. Hi. Nou, ze schieten niet hoor. We hebben echt de leukste paddenstoelen ooit. Nee hoor, ze klappen niet uit. Kijk, en daar staat ook nog een kleintje, zie je? Ja, een eentje is kapot. Zie je, die is kapot gemaakt. Of verbrand of zo lijkt het wel, zie je? Het is helemaal zwart. Er zijn wel coole paddenstoelen, hè? Ja. Dat is wat anders dan Robin met de stip. Oh, kijk nou. Daar verderop staat er nog één. Zie je hem? Daar. Oh. Kijk. Nou, die is een stuk kleiner. Die anderen zijn echt heel groot. Hij is cool, hè? Ook aan de achterkant. Ja. Zo, als je er een gezichtje voor zou doen, lijkt het net of het een kapsel is. Ik weet niet of je dat op de camera ook zo ziet. Kijk, als je er een gezichtje voor zou doen... Het valt een beetje weg. Is net een kapsel. We zijn weer thuis. Nee. Ik ben weer thuis. Sarah is met de buurmeisje aan het buitenspelen. Marco komt zo ook thuis. En ik wil even die vesten met passen. Zo, een mug. Hallo, heb je niet door dat het al bijna november is? Ga weg. Oh, even 10 minuten in de chillstand. Ik vloek met mijn kussen. Roze met oranje. Of colorblocking. Ik ben aan het colorblokken. Dit is vest 1. Hij is een beetje lang, maar wel lekker. Hij is te lang. Ja, maar dat vind ik op zich eigenlijk niet erg. Dat je koude handjes hebt. Ja, het zijn meer sierzakken. Maar dan kan je wel lekker je handjes erin stoppen. Hij blijft wel op je schouders hangen. Hij is inderdaad wel een beetje groot. Maar het kan wel. Vest nummer 2. Hoe vind je die? Ik vind de kleur alleen niet mooi. Oh, hij staat je wel heel mooi. Ik ben een gekke bui. Hij staat mooi. Hij staat je wel mooi. Nee. Hij is wel lekker warm, hè, deze? Ja. Sarah die is zich bovenaan het klaarmaken voor bed. En ik kreeg het pakketje binnen van River Island. Ik heb hem al opengemaakt, want er zat nog iets in wat ik niet kan laten zien. Ik heb deze voor Sarah. Dit is een sportlegging voor de gym, want ze heeft één shirtje meer dan broek. En ik kom nooit uit in de was, dus... Dat ziet er trouwens wel echt heel groot uit. Maar als ze uit de douche is, laat ik er die nog even passen. En... Het is geen vest, maar hij zou wel warm moeten zijn. Even kijken. Ik wil die zakken nooit helemaal kapot scheuren als ik niet zeker weet of het goed is. Want het is soms zo lastig met de maten. Maar deze trui, en ik vind hem echt cool. Dus zeker met een high-waisted jeans. De kleuren lijken een beetje raar, maar dat komt door lampen die er aan staan. Hij is echt crème wit. Maar kijk dit, met die kraag en zo. En een beetje broderie erop. Ja, zo zie je dat beter. Ik vind hem echt heel cool. Dus, en hij is best wel een warmer materiaal. Dus zij ruikt dit vaak als topjes. Maar deze is gewoon echt wel dik. En hij is iets kropt. Dus ik ga het er zo even laten passen. En hopelijk dat het goed is, want ik vind het echt heel leuk. Nu tijd voor wat vitamintjes. Ik heb lekker kiwi gold. Die vind ik altijd zo lekker. Sarah heeft de tik ook helemaal overgenomen. Echt te grappig. En ik ga een nieuwe serie kijken. Dat is Velvet. En dat is een Spaanse serie. Maar ik heb de laatste tijd ontdekt dat ik Spaanse series best wel grappig vind. Alleen nadeel is, met Engelse series zit ik ook tussendoor altijd dingen te doen. En dat kan ik dan volgen, omdat ik het hoor en versta. Maar van Spaans, ja, por favor of señorita, dat versta ik. Maar hè, dat was het zo'n beetje. Dus ik kan niet afgeleid zijn wat ik gewend ben. Want dan volg ik het dus niet meer. Maar goed. Als dat het ergste is, dan moet ik eens opletten. Maar dat betekent trouwens dat ik echt vaak moet terugspoelen. Omdat ik denk, oh wacht, dan heb ik het helemaal gemist. En nu snel naar bed. Het is ietsjes later dan mijn voornemen, maar mijn broertje is jarig. Dus ik wilde even wakker blijven en hem feliciteren. Dus ik ga nu snel slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!